Ruimste lendig. Einde oefening. En we hebben weer een nieuwe dag. Huh? Ja. Don't break it. It's moving. Ja, nou is je kont helemaal wit. Draai eens om. Ja. Uh-oh. Oeh, die women. Nieuwe dag. Hallo. En, Kneekafje staat hier. Wat gaan we doen? Gaan we rijden? Nee, ja. Grapje. Rijden. Ja, we hebben een klein probleempje, tenminste. Oh. Zo jammer weer, hè. Zo jammer. Ja, onze motorguru Huub zei het al, dat ding moet spekkertig zijn. Ja, dat wordt hij vanzelf dadelijk wel, met dat matte verfvlaagje. Zoals jullie kunnen zien, de Oosten staat op de brug, want... Ik had geen remmen meer. Hij is ergens een week of drie geleden. Wilde ik gaan rijden en ik trap de rem in. Helemaal niks. Nul. Dus dat moeten we even oplossen, want we gaan meedoen met de Kerkrade Veteranendag. Ja. Bij het GOC in Kerkrade. En We willen alleen rijdend. Liefst wel. En niet op de aanhanger. Ja, inderdaad. Dat hebben we 2 jaar geleden al gedaan. Rijdend op de aanhangwagen meegenomen naar Normandië. En ook weer mee terug, want hij deed het maar 500 meter. Nou, dat lag aan mij. Lang verhaal. Dan moeten we eventjes aan gaan werken. Hè? Maar jij wilde gaan spuiten. Ja. Oh. Hij heeft alle speelgoed al klaargelegd hier. Even kijken. Ja, ik denk die bumper even opsturen. Ja, die bumper, er zit wat papier op. We spuiten dat een beetje op karton, om niet alles onder de zooi te krijgen. Want dit zijn eigenlijk wel pallets die nog geld waard zijn. Hint. Nu dus niet meer. En in any case, we zijn onderweg om van alles te spuiten. Je ziet, er komt hier vandaag wat rood doorheen. Ja, dus dat is dadelijk met spuitwerk wel opgelost. Stoeltjes. Dat is ook leuk, als die klaar zijn, dan kan de stof weer erop. Ja. Huh? Ja. Hartstikke mooi. Dus dan hebben we dat weer gefixt. Dus ja, slowly going forward where no man has gone before. Tenminste, niet hier. Dus daarom hebben we de Nekaf maar eventjes hier gezet. Dus, without further ado. Yeah, let's get cracking. Yeah, you said it. Nou, de remtrommel is eraf. Dus we gaan het eventjes kijken of we ergens sporen van lekkage kunnen zien. Nou, wat we eerst al zien is dat de remschoen super vettig is. In ieder geval. Maar eerlijk gezegd zie ik weinig. Dit is trouwens een gurgeling. Curling remcilindertje op. Ik zie hier geen sporen van lekkage. En toch heeft het gelijk. Ah, kijk. Ik zie hier sporen van een lekkage. En het volgende? Ja. Ik zie even kijken. Ik zie hier sporen van lekkage. Ja, toch niet heel, niet heel erg vettig. Er zit een hele hoop smurrie in. Smurrie. Ja, om nou te zeggen dat die... Op zich zien die rubbers er nog goed uit, hè? Ja, de rubbers lijken mij enorm. Ja, oeps, kun je niks zien, hè?
Nou, het enige wat we kunnen doen, denk ik, is... Is die klem er vanaf? Die zit er doorheen eigenlijk, hè? Die zit over de rubber heen, om de rubber erop te houden, ja. Ja, nee, er doorheen, hè? Zie je? Nee, hij zit erop. Het is gewoon eigenlijk om de stofkrab erop te houden. Die kan uit elkaar. Er zit een... Oh, die is open. Ja, er zit een... Kijk. Ja, en ik dacht dat het echt een gesloten ring was. Nee. Hij leek het ook wel gelijk te hebben aan deze kant. Ja. Nou, hij is los hoor. Vraag niet hoe, maar hij is los. Jezus Christus. En dit remleidingwacheltje moet eigenlijk maar vervangen worden. Want die is zo slecht. Hij is bijna rond, of, ja, rond ovaal. In plaats van zeshoekig. Dus we moeten maar een nieuwe op zien te fietsen. Zo, den cilinder is eraf. Er zit een hele hoop, smurrie in. Dat ik jullie even zien. Hij is behoorlijk vies. We gaan hem eventjes een klein beetje schoonmaken. Eén cilindertje. Heb ik, ja, ik hoop dat die olie dicht is, om het zo maar te zeggen. Dus we zullen ze allebei maar doen. Yummy. Lijkt een beetje kapot. Yummy.
Nee, even de buitenkant. Even steampunken. Dat kennen we heel goed, hè? Steampunken. Ja, Roger kent dat eigenlijk heel goed. Ik kan het wat minder. Nou, om de zuiger wat makkelijker in de cilinder te houden, te plaatsen en niet in eerste instantie al meteen te laten schuren op het aluminium, want het is aluminium, gegoten aluminium denk ik, correct me if I'm wrong, beneden in de comments, dan doen we er wat remvet in. En dat is in principe gewoon dikke remvloeistof, zeggen ze. Ik weet het ook niet. Maar in any case, dan is die zuiger eerst lekker gangbaar. Kijk. Haha. Mooi hè. En we moeten hem zo zetten. Want hij is parallel aan de achterplaat en die zit hier. Zo zit de achterplaat. En zo moet het plaatje staan, de sleuf staan. Hier is ook nog een sleufje. Die is lastig schoon te maken, maar ja, de meeste troep is er wel uit. Daar hebben ze een metalen plaatje in gezet, want aluminium is natuurlijk heel zacht. En dan zou de remschoen die hier zit, die zou daar zo doorheen duwen. Daar hebben ze een metalen plaatje er neergezet om die slijtage op te vangen. Dit is ook metaal. Of staal. Dat gaat nu lekker. Hahaha, mooi. Goed. Even de buitenste rubber nog schoonmaken. De stofkrab. Klemmetje erop. En dan moeten we eigenlijk iets gaan verzinnen om die remschoenen te ontvetten. Dat wordt natuurlijk altijd lach. Dat ik die ook maar even ga schoonmaken dan boven de spoelbak, CQ olieopvangtank. Ik hoorde iemand koffie zeggen. Geen koffie? Ja, inmiddels is Raj de Dodge. Voor de tiende keer de handrem aan het sluiten. De handrem aan het sluiten, inderdaad. Want die was alweer een keer rood bevlekt. Nou, heeft gedaan. Die was bevlekt ontvangen. En de boten van, daar zat trouwens één andere bij, heb ik gezien? Kijk hier, er zit één andere bij. Oh nee, er zit twee andere bij zelfs. Ja. Maar goed dat we er genoeg hebben. Waarvoor dank, Tony. Schoentje schoon, schoentje vettig. En nee, het is geen asbesthoudende remvoering. Dus we hebben dit wel opgeschuurd. Dus het is niet asbesthoudend. Dus dat gaat. De originele die was asbesthoudend, maar die was erop geklinknageld. We gaan de rotsen weer proberen in elkaar te zetten. Dan heb je de rotsen weer een beetje gestemd. Ja, de rotsen staat er allemaal op en naast de brug inmiddels. Zoals, die, zoals de rotsen die er nu ook naast staat. Wij. Ah, oh, je dacht dat je dan niet voor. Hoe zat dit ook alweer? Hoe zat het ook alweer in elkaar? Ja, dat weten we dus niet meer. Het oogje gebrobbeld doet. Eigenlijk moet die achterplaat eraf om even helemaal schoon te maken. Met name ook even.
Niet streeks, hè? Hoor ik niet, hè? Ja. Oeh. Er is een inboeding. Ja, een klein probleempje. De slang, dat is deze, de remslang, die zit dus op de wielremcilinder en de draad is kapot. Blijft gewoon, kan gewoon met de hand blijven ronddraaien. En er zit dus los tussen de draad, remcilinder en de oefening. Oké, okay. Nou, dan gaan we alles nieuw bestellen. Dan kennen we nog niks meer. Welcome, my son. Ja, hij is mooi geworden, hè, jongen. Ja, hè? Ja. Het hem goed gedaan, hè, die knul. Dat is het eerste laagje. Mm-hmm. Netjes, hoor. Scratching the paint. Oh, zo jammer, hè. Hij moet toch nog geverfd worden. No, we didn't. Hoga. Helemaal hoga. Ja. Trust me, I know what I'm doing. I'm an engineer. Ja, nou, jullie zien hier het dashboard. Dat heeft hij ook al gespoten. Nou, hij is goed bezig, hè, die jongen. Leg er hier eventjes neer. Zo. Dan doen we deze nog hier. Miep, miep. Miep, miep. Ja, 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 ja. Ja, daar gaat ie. Ja, nu moeten we The Beast verplaatsen. Nou, doe jij maar de eer om te zitten. Zit jij, ga jij maar zitten. Dan duw ik. Zal even onze kijkbuiskinderen laten meegenieten. Ja. Daar gaat ie. Dan kan je het duwen. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom. Een beetje meer naar de andere kant hier, hoor. Ja. Blijf leuk, hè, met auto's spelen, toch? Ja, ja, gewoon alleen tijd dat we niet hoeven te duwen. Ja. never going to make it. I forgive you. Wel, niet snel. Gewoon een paar meters. Oké. Okay. Oh, lekker, hè. Nog even 1930 graden in de kast. Oh, ik heb nog iets wat ik wilde laten zien. Want jullie kunnen ons steunen. Dat doet geen hond, ik weet het, maar jullie kunnen ons steunen. We hebben onze eigen YouTube stickers van Luc en Marco's Garage voor op je nummerplaat. Kun je kopen, €5, krijg je hem voor thuis gestuurd. Plak hem op je auto, hè, dat kun je zo, of op je auto, op je nummerplaathouder. Pas precies. En dan maak je een foto, die zet je op onze Instagram of Facebook site. En dan doe je er aan ons, doe je taggen, en dan kiezen wij een winnaar. Inmiddels zijn er een stuk of 4 al geplaatst. En ik heb op mijn auto's, mijn eigen auto's, heb ik ze ook al geplaatst. Dus, doe je best.
Dan moeten we even nog het Renaultje binnenzetten. Want die moest ik even buiten zetten, want anders hadden we niet genoeg plek. Yo! How am I doing? Zo. Nou. Yes. Hebben we het dan? Nou, dat is wel. Oké. Okay. Even kijken naar mijn... Een doosje met goodies en een doosje met goodies gekregen. Een carton. Heb ik. Sweet. Een setje met. Een revisie setje voor draagarm. Peugeot 405. Cool. En. Een losse. Boulette de fusil. Boulette de fusil. I'm not impressed. Ja. Ja. Nou, we zijn eigenlijk geen We zijn eigenlijk geen steek opgeschoten vandaag. Tenminste, jij wel, ik minder. Ja, het. En ik wil niet zeggen dat het af is, want het mag nog een keer. Dat is alweer beter geworden. Ja, daar zitten we gelijk op. Mm-hmm. En we hebben de boten en de busjes af, dus die kunnen we de volgende keer kunnen we de bladveren afmaken. Juist, de volgende keer kunnen we weer wat monteren. En tenminste, dan denk ik dat we over 2 weken, ja, in ieder geval minimaal over 2 werkdagen gezien, dan zal die grill klaar zijn. 2 werkdagen. Ja, 2 klusavonden slash ochtenden. Ja, ja, dat bedoel ik. Maar ja, also, ja. Dus maar potato, potato. Ja. En dan zou de grill al met de bumper eventueel. Kunnen we koelvloeistof erin doen? Tenminste, antivries. Ja, we kunnen hem een beetje voller maken. Ik denk dat ik de zaken die nog niet in de primer staan, in de primer zet. Uh-huh. Waaronder het Le Body. Oh, Le Body. The dreaded body. Ja. Ja, goed, het moet dan maar even. Ja. De tijdelijke body. Hadden we dat al gezegd? Ja. Hè? Ja, dat we hebben we al plenty over gehad. Ja, we gaan het er niet meer over hebben. Ja. De motorkap. Even kijken, het raamframe. En de kap. Het frame van het dak. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar dan moesten we nog 1 stang van iets van buigen, meen ik. Hè? Ja, die is een beetje scheef, is een beetje woekie. Ja, misschien als jij daar. Ga ik me eens aan begeven, kijken of dat wat wordt. Ja, dat is het denk ik. Hè? Ja. Ja, we zitten nu een beetje, ik zit nu een beetje vast met die champ op de brug. Even nieuwe onderdeeltjes bestellen, want... Ja, hij was zo goed als klaar. Hij was zo goed als klaar. En toen draaide ik dus de schroefdraad kapot van 1 cilinder. Dus ik denk dat ik maar gewoon alles nieuw bestel. Zo duur is het niet. Kost geloof ik 4 stuks, 70 euro. Dus ja, het is het geld niet.
Maar ja, het moet allemaal uit Engeland komen. Hier in de buurt hebben ze het ook, maar dan leg je dus gewoon het drievoudige neer. En daar wilde ik toch eigenlijk wel liever niet aan beginnen. Dus, ja. With that being said, hartelijk dank voor het kijken naar weer een nieuwe aflevering. Ja, vonden jullie het leuk? Geef een duimpje. En ja, like, share, subscribe. We hebben geen shop, dus ook geen merch. Nee, maar heb je iets wat je met ons wilt delen? Of foto's, of van je eigen projectje. Ik zal hier... Ah, lang niet meer gehad. Ja, ik zal hier het mailadres zetten. Dan kun je foto's delen met ons, of video's, of whatever. Als je iets wilt delen met ons, laat het gerust weten. Of je wilt ons onze sticker hebben, sturen we die voor 5 euro op. Laten we even nog reclame maken voor de 12 provincies. Ja, inderdaad. Ja, ja. Eerste editie was top. Mm-hmm. En de tweede is meegedaan. Zeeland. Ja. Ik weet de datum even niet meer uit het hoofd. Ik dacht iets eerste week van oktober ergens. Ik weet het niet meer. Moet ik even kijken? Maar, check op en anders, het komt hier te staan. Ja, zal ik wel even hier nemen. Volgens mij is er een Facebook pagina aangericht. Ja. Aangericht? Ja. Ingericht, opgericht, ja. Aangemaakt. Nou, iets met Facebook. Ja. Nou, bedankt voor het kijken in ieder geval dus nogmaals. En tot de volgende keer. Doei. Doei.